Mijn naam is Michel Lofstede en ik ben clubondersteuner hier bij deze mooie club, de Gooise Atletiek Club in Hilversum en ook nog andere clubs hier in Hilversum. Mijn aanpak bij de clubs, of in dit geval bij de Gooise Atletiek Club, is vooral de eerste keer luisteren. Wat is er? Wat gaat er vooral goed? Waar ben je trots op? En dan te kijken van oké, wat is nou de vraag? Wat is nou de uitdaging? Wat is nou de challenge? En op basis daarvan probeer ik wel echt een plan te gaan maken en die zo klein mogelijk te maken. En uiteindelijk het doel was om iemand te vinden die een soort van vrijwilligerscoördinatorrol wil gaan invullen. En dat is gelukt. Die hebben we gevonden. Nou, dit is een hele grote club met heel veel leden. Om die allemaal aan het sporten te krijgen, heb je gewoon heel veel ondersteuning nodig. En heel veel mensen die doen dat ook graag. Maar het gaat altijd met golven. Dan zijn er weer te veel, dan zijn er weer te weinig. Wij hebben nog een eigen kantine. En daar heb je mensen voor nodig die dat willen doen. Voor de jeugd heb je allemaal begeleiders nodig. En zo is het dus heel belangrijk om die vrijwilligers op peil te houden. En dat is best een hele klus. Een paar weken geleden hebben we dus een vrijwilligerscoördinator aangesteld en die heeft dat op zich genomen. Dennis van der Gruis is dat. En die heeft als doel om vrijwilligers binnen te halen, de commissies daarbij te helpen, maar ook vooral om ze binnen te houden voor een bepaalde tijd. Nou, we hebben gemerkt dat de sportclubs best de ondersteuning kunnen gebruiken. Dat ze het vaak moeilijk vinden om in het diverse aanbod wat er is keuzes te maken. En daarom werken wij samen met NOC en NSF. En wij hebben in Hilversum gekozen voor één loket, waardoor gemakkelijker de juiste hulp kan worden gevonden. Nou, de verwachting is dat als wij die ondersteuning kunnen blijven bieden en de verenigingen zijn er tevreden over, dat we dat ook op de lange termijn kunnen blijven doen. Want wij merken dat het een van toegevoegde waarde is. En het belangrijkste is voor ons dat de verenigingen kunnen voortbestaan. En dat ze ook op de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen meebewegen. En daar is die ondersteuning relevant voor. Nou, wat ik andere clubs wel mee zou willen geven over de gemeente is dat je er echt wel wat aan kan hebben. Dat je ondersteund wordt. Al is het maar om gemotiveerd te blijven.